Bij Pek Zwolle is misschien nog wel sprake van wat revanchegevoelens. Dordrecht staat 17e, maar won eerder dit seizoen met 3-0 van Pek Zwolle. Het begin is alleen niet zo lekker voor de ploeg van Santoni. De overtreding is van Anouar El Azouzi op Thomas. Die gretig gaat liggen, maar wel degelijk wordt aangetikt. Scheidsrechter Perez geeft een strafschop en die wordt door Lennart T binnengeschoten. Het is nummer 20 van het seizoen voor hem. Daarmee is hij in ieder geval voor even alleen topscorer van de keukenkampioen-divisie. Dylan Vente van Roda komt later dit weekend in actie, staat op 19. Dan bij deze corner komt daar ineens een leeg drinkbekertje voorbij. Het veld op en dan weet u inmiddels hoe laat het is. Wedstrijd wordt gestaakt. Later zou blijken dat dat lege bekertje is gegooid door een jongetje van 8. Die uiteindelijk samen met zijn vader het stadion is uitgezet. En een goed gesprek gaat krijgen met de club. Pek Zwolle gaat ondertussen vrolijk verder op jacht naar het kampioenschap. En komt op 2-0. Doelpunt is van Younes Taha. Die daar Huiberts bedankt voor de assist. De laatste 10 thuiswedstrijden werden allemaal gewonnen door Pek Zwolle. In de laatste 4 thuisduels kreeg het zelfs geen doelpunt tegen. En dat lijkt tegen Dordrecht ook geen probleem te moeten worden. Dit is een knappe aanval. De kans voor Van den Belt. Die daarbij geblesseerd raakt aan zijn heup. En uiteindelijk ook gewisseld zou worden. Dordrecht won trouwens vorige wedstrijd wel weer eens een keertje van Jong AZ. Maar komt hier op 3-0 achter. Weer is het Taha. Mooie droge knal. Nog altijd spelend met die bril. Om zijn oog te beschermen. 2 doelpunten voor hem. En dan staat hij op 13 dit seizoen. Zijn eerste seizoen in het betaald voetbal voor die 20-jarige Taha. Die hier het balletje voor probeert te geven. En hem dan weer zelf voor zijn voeten krijgt. En daar is dan ook de hat-trick. En nog voor rust. Pek Zwolle dus met 4-0 voor. Tegen een armzalig FC Dordrecht. De enige 2 zegens in de laatste 11 wedstrijden boekte tegen jongploegen. Hoe erg wordt het dan nog na rust? Hier is in ieder geval weer een goede kans. Voor de inmiddels ingevallen Fontana. Hij kwam voor Van den Belt in de ploeg. Pek Zwolle doet het iets rustiger aan in de tweede helft. Dat biedt Dordrecht dan weer wat mogelijkheden. Hier de topscorer van de Dordtenaren, Longo. Die probeert met een wippertje. Het is een zeldzaam moment van opwinding voor het doel van Schendelaar. Het blijft uiteindelijk bij 4-0. Pek Zwolle pakt 3 punten in de jacht op de landstitel. Mede dankzij een hat-trick van Younes Taha.